الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Beste broeders en zusters, zoals ik al zei, we hebben het vandaag over al-islah, oftewel verzoening in de islam. Waarom wilde ik eigenlijk vandaag stilstaan? We hebben 3 preken over huwelijk gehad. En daarom is dit is ook heel erg belangrijk binnen het huwelijk, het islah. Zoveel versen zijn in de Koran. Ik heb jullie net een paar versen genoemd die over verzoening gaan, over bemiddeling gaan in de islam. Van als Allah azza wa jalla an yusliha ahwalana wa an yusliha dhata baynina. Ik wilde nog een hele belangrijke boodschap. Want verzoening, een boodschap aan de partner, inshallah, aan de man of aan de vrouw, inshallah, geven. Van ons Allah azza wa jalla an yuwaffiqana. Voordat ik dat doe, inshallah, wilde ik 2 belangrijke versen uit de Koran, die eigenlijk om verzoening gaat als het gaat binnen het huwelijk. Hele belangrijk. Het probleem is bij ons, subhanallah, we moeten ons geloof beter leren kennen. En we moeten onze geloof in praktijk brengen. Dat is het enigste. Hoor ik in mijn lessen. Ik zeg altijd, we hebben een hele mooie boek. Allah, we hebben een hele mooie boek. Maar hij staat in de kast, mashallah. Maar hele mooie boek, maar we doen er niks mee. De boek is niet alleen om te lezen, maar ook om toe te passen in ons dagelijkse leven. En vooral als het om het huwelijk gaat. Om beide parten. En als Allah azza wa jalla an yuwaffiqana wa an yusliha ahwal al-muslimina, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt 2 belangrijke versen. Als het om man en vrouw relatie gaat, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, fa in giftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma. Subhanallah. Fa in giftum. Kijk wat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt. Hij zei, en als gij een breuk tussen hen vreest, niet als er een breuk is, wa in giftum shiqaq. Laten we een simpele voorbeeld. Als jij in je huis iets is bijna kapot, of je ziet aan die muur, oh, er is niet iets goed in, ik moet het repareren. Dan ga je er niet naar zitten kijken. Of je gaat het zelf repareren, of je gaat iemand bellen, of je gaat iemand kijken. Die jou, want als je het laat, dan wordt het nog erger misschien. Kan zijn dat het naar beneden valt, of wat dan ook. Dus dan ga je er wat aan doen, dan ga je het repareren. Dan ga je die problemen nog niet erger maken in je huis. Als het om reparaties gaat. Allah zegt hier ook, als jullie vrezen, dus tussen man en vrouw, als gij een breuk tussen hen vreest, niet dat er een breuk is of dat er nog een breuk, stelt dan een arbiter of een scheidsrechter van zijn familie en van haar familie aan. Indien zij verzoening wensen, zal Allah deze tussen hen tot stand brengen. Voorzeker, Allah is alwetend. Allah is alwetend, alkennend. Iedereen diegene die verzoening gaat brengen, of een scheid, die moet wel heel zich neutraal gaan opstellen. Die moet niet voor de man of voor de vrouw gaan. Dat is heel erg belangrijk. En waarom, zegt iemand hier van de familie, hè? Want meestal heb je de kans ook groot dat hij slaagt. Hè? De kant van de familie van de vrouw. Hè? Meestal is het beter als het iemand van het bloed verwant is. En van de man. Want die weten de situatie. Die kunnen misschien iemand, die kunnen de conflicten beter verminderen of mensen tot elkaar verzoenen. En daarom Allah subhanahu wa ta'ala, welke wie van ons? Wij als we ruzie hebben, wij laten pas. Als het bijna gaat ontploffen, dan zeggen ja, maar we hebben problemen. Dan komt alles bij de familie terecht. Wij gaan niet tijdig aan de bel ringen. Dat doen wij niet. Wie van ons praktiseert deze vers eigenlijk? Ga me niet vertellen dat we geen conflicten hebben. Niemand van ons. Iedereen heeft wel eens conflict met zijn vrouw of wat dan ook. Maar wie van ons gebruikt deze vers van Allah subhanahu wa ta'ala? Dat is Allah azza wa jalla an yuwaffiqana an yuwaffiqa bayna az-zawji wa az-zawja. Luister wat Allah subhanahu wa ta'ala ook in een andere vers zegt. Luister wat hij zegt. Als een vrouw. Er is zo. Zowel als er een nujuz van de man is er ook, van de vrouw is er ook een nujuz van de man. Luister wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Hij zegt, وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَالصُلْحُ خَيْرٌ. Als een vrouw mishandeling of onverschilligheid van haar man vreest, zal het geen blaam voor hen zijn.
als zij een verzoening met elkander tot stand brengen. Verzoening is het beste. Dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Verzoening is het beste. Luister beste moslima, luister beste broeder en zusters. Beste broeders en zusters, dit is een hele belangrijke boodschap. Deze brief die ik aan jullie vandaag wil geven, oftewel deze boodschap. Hè? Het kan zijn dat ook je echtgenoot of je echtgenote deze aan je geeft. Ten onwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Voel je niet gekwetst door deze handeling. En denk niet dat dit een schijnheilige actie is van je partner. Deze heeft deze tekst, oftewel deze boodschap aan je gegeven omwille van Allah. Uit vrees voor Allah en heeft spijt omwille van Allah voor wat gaande is. Neem de tijd en lees verder. En weet dat Allah je getuige is wat je denkt. Mocht je dit niet willen accepteren, dan is het een gunst van Allah. Van Allah die je weggooit, want het is Hij die jou deze geweldige kans geeft. De dag dat Allah jullie bij elkaar bracht. Dit is de dag dat Allah subhanahu wa ta'ala jou een gunst gaf. Een gunst van zijn barmhartigheid. Hij gaf jou van zijn gunst. En jij bent degene die dankbaar zal zijn. Maar helaas is het niet gegaan volgens jouw plan. Maar treur niet voor elke probleem heeft Allah een oplossing gemaakt. Jij hebt gedacht dat het huwelijk met je partner een droom zou zijn. Maar de shaitaan wist een van jullie te overmeesteren. En had hem of haar in de macht. De shaitaan heeft tegen Allah gezegd dat hij alles zal doen om het leven van de mens te verzieken. En hun van Allah af te houden. En dit is wat er is gebeurd. Waarom geeft Allah jullie deze kans? Waarom geeft Allah jullie deze kans? De reden voor dit weet alleen Allah. Maar je kunt het ook raden. Zijn liefde overwint de haat van de shaitaan. Misschien heeft hij voor jullie beiden in de toekomst een hele mooie beloning klaarstaan. Die kunnen jullie beiden krijgen als jullie naar hem luisteren. Waarom wil Allah jullie verzoenen? Hij heeft jullie aan elkaar gegeven. Als een gunst. Een cadeau. Vroeger droomde je over je ware. Als Allah wou, zouden jullie niet met elkaar gaan. Maar hij koos jullie voor elkaar. En hij weet het beste. Zou jij een gunst van Allah willen weggooien? Omdat de shaitaan dit wil? Dat heet gierigheid. Dat heet gierigheid. En zie wat Allah zegt in de Koran. Wa uhdirat il anfus ash-shuh. Zeg wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa uhdirat il anfus ash-shuh. Dus dat heet gierigheid. Dat tawakkal ala Allah, vertrouw op Allah. Beste mensen, dit is een kans voor jullie, die jullie beiden kunnen grijpen om tot verzoening. Om tot verzoening te komen. Want als op de dag des oordeels Allah jullie zal ondervragen en zegt. Ik heb jullie niet de kans gegeven om tot verzoening te komen. En ik heb jullie niet van mijn gunsten voorzien. Wat gaan jullie beiden antwoorden? Daarom vertrouw op Allah dat verzoening beter is dan elkaar negeren. We zeiden nu ook, Allah zegt net, was sulhu khair. Daarom vertrouw op Allah dat verzoening beter is dan elkaar negeren. Geren of van elkaar scheiden. Partner, maak deal met Allah. Wanneer een ziel spijt heeft van wat het heeft verricht en berouw toont, doe het. Doet het een deal met Allah. En Allah is getuige van deze deal. Als je partner tegen jou zegt dat degene berouw heeft getoond en je goed zal behandelen, vertrouw dan alleen hem, haar. Maar vertrouw ook op Allah. Deze deal kent vele geheimen. Geheim 1. Allah houdt van verzoening en beloont de mens ervoor. Geheim 2. Allah kan ervoor zorgen dat de band sterker wordt tussen de partners en ook tussen de partners en hem. Geheim 3. In elke tegenslag. In je leven heeft Allah iets goeds neergelegd. Alleen jij weet dat. Alleen jij weet dat natuurlijk nog niet. Op een dag zul jij het wel zien. Negeren of praten. Beste mensen, negeren maakt het alleen maar erger. Maar praten omwille van Allah is het beste.
Jullie kunnen beiden zoals Allah het zegt. Een bemiddelaar. We hebben net gesproken erover. Zegt een bemiddelaar uitnodigen. Van beide families. Omwille van Allah. Als de ene partij niet wil dat er verzoening komt. Omdat ze bang zijn dat het weer gebeurt. Moeten ze weten dat Allah de mens altijd een tweede kans zal geven. Als Allah dat geeft. Waarom de mens niet? Wie weet is deze partner nog beter dan degene in de toekomst. Of wie weet krijgt er geen één meer. Daarom praat met elkaar omwille van Allah, zodat Hij jullie gaat helpen. Want Hij zegt ook, en wie berouw toont en goede daden verricht, voorwaar, hij wendt zich berouwvol tot Allah. En ook degenen die geen valse getuigenis afleggen. En wanneer zij voorbij komen aan onzinnige gepraat, gij zij dan waardig aan voorbij. En ook degenen die zeggen, onze Heer, maak voor ons, onze echtgenotes en onze nakomelingen, een verkoeling voor de ogen en maak onze leiders voor de muttaqoon. Zij zijn degenen die beloond zullen worden met een eerplaats in het paradijs en zij zullen daarin ontvangen worden met een begroeting en vrede. Surat al-Furqan. Beste Allah belooft degenen die berouw toont, beste broeders en zusters. Allah belooft degenen die berouw toont en goede daden verricht. En diegenen die geen vaste belofte maken, bijvoorbeeld dat deze in verzoening, dat het nooit meer fout zal gaan. En diegenen die bijvoorbeeld hun huwelijk voorzetten omwille van hem en kinderen maken. Jouw kinderen kunnen je redden van het helle vuur. Hij belooft ze het paradijs. Dus als jij verzoent, trek je vele voordelen. Onder andere dat bijvoorbeeld Allah jou bij deze partner je kinderen schenkt die goed zullen zijn. En asallallah. En als jullie er niet meer zijn voor jullie zullen smeekbeden, bidden, zodat jullie zondes vergeven worden. Tot slot, beste mensen. Vraag hulp aan Allah. Verzoen met elkaar. Onderhoud de familiebanden. Zij geen haat. Er is een winnaar als jullie ruzie maken. En dat is de shaitan. Er is één winnaar en dat is de shaitan. Dat is Allah en yub'idahu alayna ya rabbal alamin. Op dit moment lacht hij zich kapot om jullie. Geef elkaar een laatste kans omwille van Allah. Hij die nu naar je kijkt. Hij die nu weet wat je denkt. Vele huwelijken zijn stuk gelopen om de kleinste dingen. Jullie moeten elkaar goed behandelen. Jullie moeten elkaar goed behandelen. Schreeuw niet tegen elkaar. Sla elkaar niet. Scheld elkaar niet uit. Want wie dat aan doet zal bestraft worden. Behalve als Allah genadig is en het berouw aanvaardt. Maar weet dat het niet. Ik ben met deze woorden die jullie tot elkaar kan brengen. Maar het Allah is die jullie kan helpen en deze kans geeft. Hij schenkt jullie elke dag voorzieningen, dag in dag uit. En de engelen smeken voor jullie vergeving. Beste broeders en zusters, mogen Allah subhanahu wa ta'ala van mij accepteren en van jullie. Ik sluit met deze mooie woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaykum. Hal min khaliqin ghayrullahi. Yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard. O mensen, gedenk de gunst van Allah voor jullie. Is er een andere schepper dan Allah die jullie uit de hemel en de aarde voorzieningen schenkt? Geen God is er dan Hij. Hoe kunnen jullie dan belogen worden? En als Allah azza wa jalla an yusliha ahwalana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'i al-a'la ila yawm al-din. Allahumma aslih buyutana. Allahumma aslih buyutana. اللهم أصلح بيوتنا وبيوت المسلمين اللهم أصلح بين الزوج والزوجة اللهم أبعد الشياطين من بيوتنا اللهم أبعد الشياطين من بيوتنا اللهم اجعلنا من الذين يصلحون بين الناس اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين اللهم أصلح قلوبنا اللهم يا رب من كانت لديه عداوة أو بغضاء بين أخيه اللهم وفقه اللهم أزل هذه العداوة والبغضاء يا أرحم الراحمين اللهم أصلح قلوب المسلمين اللهم اجعلنا إخوانا متحابين في الله اللهم يا رب أبعد العداوة والبغضاء من بيننا اللهم وفقنا حتى نصلح مع أنفسنا ونصلح مع غيرنا اللهم يا رب العالمين اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم اهدي أولادنا اللهم اهدي أولادنا اللهم اهدي أولادنا وأولاد المسلمين
ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من لم يتزوج من المسلمين اللهم وفقه، اللهم وفقه وأعنه وارزقه امرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة. يا رب أبعد الشيطان عن الزوج والزوجة، اللهم ارزقهم زواجا صالحا، ارزقهم السعادة في زواجهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب فرج عنا، يا رب فرج عنا، اللهم كن معنا يا الله، اللهم كن معنا يا الله، اللهم كن معنا يا الله، اللهم كن مع المسلمين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وأعد المسجد الأقصى إلى المسلمين. اللهم نتوجه إليك في هذا اليوم المبارك لعلها تكون ساعة الإجابة، أن تكون مع أطفالنا في سوريا، أن تكون مع أطفالنا في سوريا، وأن تكون مع نسائنا في سوريا، وأن تكون مع إخواننا المشردين. اللهم كن مع هؤلاء المظلومين، اللهم لا مغيث لهم إلا أنت يا الله، اللهم أغثهم يا الله، اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم فرج كربهم، اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين المعتدين على إخواننا، اللهم يا أرحم الراحمين توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، وبارك في هذا الجمع يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا الجمع، اللهم إن إخواننا في هذا الجمع الذين طلبوا منا الدعاء، اللهم